Hi, ik ben Smart van Mandominique en ik zit hier op een Rotterdamse woonboot ter ere van de lancering van een aantal nieuwe Motorola smartphones. En de eerste daarvan, of eigenlijk niet de eerste daarvan, maar één van de toestellen, is deze, de Motorola G84 of officieel de Motorola G84 5G. In deze video zal ik je alvast het een en ander over het toestel vertellen. Een van de speerpunten van deze G84 5G is zijn ontwerp. Hij is behoorlijk dun en strak ontworpen. Zeker voor een budgettelefoon vind ik hem er mooi uitzien. Afwerking is niet het beste wat ik ooit gezien heb. En hij is helemaal van plastic. Maar dat betekent niet dat hij er niet goed uitziet. Want dat vind ik echt wel. Ik zei, hij is helemaal van plastic. Dat is ook zo. Maar daarmee doe ik hem ook een klein beetje tekort. Want de achterkant is namelijk niet zomaar van plastic. Maar van vegan leather. Ofwel nepleer. En dat voelt wat fijner aan. Hij is behoorlijk zacht. En het ligt wat lekkerder in de hand. Je kan trouwens ook voor een niet vegan leather versie kiezen. Het ligt een beetje aan de kleur die je kiest. Maar die optie die heb je dus wel en dat vind ik fijn. Motorola werkt voor dit toestel ook samen met Pantone. Dat zit onder andere in de kleuren. Er is namelijk bijvoorbeeld een versie in Viva Magenta. Dat is de Pantone kleur van het jaar. Je hebt hem misschien al eerder bij andere Motorola toestellen gezien. Het is een soort van hele felle roze-paarse kleur. Ik vind het wel cool. Nou, dan is er natuurlijk nog deze versie, de blauwe, en er is ook een donkerblauwe, bijna zwarte versie. Voor ieder wat wils dus, en leuke kleuren wat mij betreft. Deze heet trouwens Marshmallow Blue, wat ik een beetje gek vind, want marshmallows zijn niet blauw. Maar goed, wel een mooi kleurtje. Het scherm van het toestel, dat is ook een van zijn speerpunten. Het is een 120 Hz Full HD Plus OLED scherm en dat ziet er gewoon heel erg goed uit. Het is behoorlijk helder nog, de kleuren zijn mooi, de verversingssnelheid ligt hoog, dus het is ook lekker een soepel scherm. En dat vind ik voor een telefoon in het budgetsegment, of eigenlijk het hogere budgetsegment, heel erg netjes. Ook functioneel is deze smartphone voor een budget smartphone eigenlijk gewoon behoorlijk compleet. Hij heeft een IP54 certificering, dus hij is spatwaterbestendig. Hij heeft door Dolby Atmos getunede stereo speakers. Hij heeft een 50 megapixel ultrapixel camera met daarnaast nog een groothoeklens. Nou, ultrapixel wil zeggen dat er meerdere pixels samengevoegd worden en dat het lekker grote pixels zijn. Hoe die camera presteert kan ik je nog niet heel veel over zeggen. Maar het is wel fijn dat Motorola ook in deze middenklasse smartphone aandacht besteedt aan de camera. Verder heeft hij een Snapdragon 695 chipset. Dat is een behoorlijk snelle chip met 5G ondersteuning. Niet de snelste chip misschien in zijn klasse, maar wel ruim snel genoeg. De telefoon is daarnaast voorzien van wat handige functies in de software. Hij heeft natuurlijk de Motorola app over de verder vrij schone Android beeld zoals je van Motorola gewend bent. Je kan schudden om de zaklamp aan te zetten. Ja, daar is die. Dat zijn handige toevoegingen. Verder heeft hij Moto Secure, wat beveiligingsfuncties, waarbij je bijvoorbeeld meldingen kan krijgen bij een onveilig wifi-netwerk. Ook kan zorgen dat je pincode minder goed leesbaar is, omdat de toetsen altijd omgewisseld zijn. En waarbij je bijvoorbeeld ook applicaties achter een beveiliging kan zetten. Hij heeft ook Ready 4, waarmee je het toestel kan aansluiten aan een groter scherm om een soort desktop-ervaring te creëren. En de telefoon is voorzien van een 5000 mAh batterij. En de telefoon heeft ook genoeg geheugen, namelijk 12 GB RAM en 256 GB opslag. Hij krijgt één Android-upgrade, dat is de upgrade naar Android 14 en 3 jaar beveiligingsupdates, dus dat is nog tot 2026. Nou, dat vind ik wel wat aan de karige kant, maar het is ook niet heel slecht. De telefoon kost €299 en is voor dat geld een mooie en ook lekker complete middenklasse smartphone. Wat mij betreft dus een interessant toestel. Hij is nu verkrijgbaar eigenlijk. En als je hem wil kopen, dan kan dat bijvoorbeeld via het linkje in de beschrijving van deze video.